Goedenavond iedereen. Zo, even de muziek bij mij wat zachter zetten. Dan spikt de microfoon dat misschien op. Zo. Eens kijken in de chat, wie zijn er allemaal? Goedenavond, Mark. Leg het plan Rutger maar even uit. Plan is aardig gelukt, hè? Onze strategie is goed, hebben we goed kunnen toepassen. Wij hebben het meeste ingeschaald. Hier zo, ik heb dat met de members gedeeld. Toen wij zo die dip aan het maken waren. Dus echt die rode dag hebben. En dit gedeelte ongeveer. Hier zo die eerste dip. Echt die eerste paar candles. Toen hebben wij ingekocht voor ons portfolio. En wij staan nu op. Wij stonden hier op 80% crypto. En dat sta ik nu nog steeds. En eigenlijk is alles wat we toen hebben ingeschaald. Staat eigenlijk dik in profit. Dus dat is helemaal mooi. Dus ik heb het meerdere malen gezegd. Het is tijd om moves te maken op het moment dat de bitcoin zo dipt. Dus ja. Als jullie allemaal, voor degenen die geen member zijn. Het is zeker aan te raden. Als jij deze updates dagelijks wilt krijgen. Nu wij doen twee keer in de week streamen. Maar je kan zeker deze updates dagelijks krijgen. Even kijken, nog een vraagje. Ja, we zijn nu. We gaan beginnen. Ja, de members weten die. Ik heb gecalled dat ik in ging schade hier zo. Bij die dip. Dit was een inschouwmoment. Die 54k. Dat was waar ik naar keek. 54k. Toen we die hebben geraakt. Ben ik gaan inkopen. En is heel goed uitgepakt. Want dit lijkt nu ook voor nu de bodem. Dus dat is zeker mooi. Als ik dan naar die trendlijn kijk. Ik teken hem heel vaak. Ik begin hem op de wick. Dan laat ik de body raken. Ik heb hem heel even daar op de body gezet. Maar ik laat hem vaak hier de body raken. Omdat je dan een wat sterkere trendlijn krijgt. Op het moment dat ik zo doe. Dan lijkt het of we er nu nog binnen zitten. En wat we heel vaak hebben is dat we. Op het moment dat ik hem vanaf de wick begin. En dan op de body teken. En we breken uit. Dan zien we heel vaak mooi dit. En dit is eigenlijk niet zo'n hele mooie prijsactie die hier nu gaat ontstaan. Ik ga het heel even als voorbeeld laten zien aan de vorige dips. Kijk, als we dat. Hier hadden we hem ook zo kunnen pakken. En dan breek je er in één keer doorheen. Als ik hem hierop had gezet, zie je dat er weerstand is. En dan breek je er al iets eerder doorheen. Misschien is dit niet. Ja, deze heeft sowieso geen retest gehad. We zien dat heel vaak dat we geen retest hebben. Dat kan ik ook wel laten zien. Even kijken. Dit was ook wat prijsactie terug. Ik denk dan ook vaak zo. En dan zouden we mogelijk één fake-out hebben gehad. Dit is wel wat mooier. Maar we zien het in ieder geval heel vaak. Nou, dan is er nog een dingetje. Ik heb in het member gedeelte. Goedenavond, Misha. Ik heb in het member gedeelte. Gedeeld dat we die. Toen we die wick naar beneden maakten. Dat dat heel interessant is om liquiditeit om te zoeken. Hier kwamen we net even onder deze zone die ik had getekend. En daarna bounce omhoog. Dus dat was al een teken dat er een mogelijke bodemvorming gaande was. Dat in combinatie met dat we de RSI zagen. Ik had deze nog erop gezet. Deze weet alleen de members heb ik dit gedeeld. Volgens mij dat we positieve divergentie hadden. En dat dat wel een teken was van mogelijke bodemvorming. Nou, het was alleen nog geen sterke reactie. En we wilden echt een pump omhoog om bevestiging te krijgen dat het een bodemvorming is. Ik wil even deze trendlijn weg, want ik vind die niet zo valide. Nou, dan hebben we nog een dingetje. Waarom het mogelijk nog steeds dat we verder omhoog kunnen aanstijgen. We zien deze wick hieronder. Nou, dit was je low en je gaat heel even onder je low. We spijken eronder en krijgen dan een grote push naar boven. Nou, we gaan heel even terug in het verleden, toen we de vorige run begonnen. We gaan hier zo heen. En dan zie je eigenlijk. Hier zo. Zet je je vorige low ongeveer neer. Spijk je eronder en daarna begin je je weg naar boven. Dus het is heel interessant om dit als bodem te zien. Dat was hier hè, dat we ook even onder die wick, vorige wick kwamen.
En we zien hier eigenlijk een perfect voorbeeld met wat er nu gaande is. We zien, dit is je low. Je komt erop terug en je springt in één keer naar boven. Deze wil ik helemaal niet gebruiken. Je neemt heel even je low uit. En daarna ga je in één stuk een rally omhoog maken. En dan heb je eigenlijk geen mooi inschaalmoment meer. Want je komt niet terug op je Fibonacci niveaus. Als ik, en dan bedoel ik mee, kijk, als we nou vanaf de low naar de high trekken, zie je dat je Fib 0.382 nog niet hebt geraakt. Snap je? Dat doen we vanaf hier. Kijk, hier had je ook nog geen Fib niveaus geraakt. Hier had je ook geen Fib niveaus geraakt. Dus we hebben eigenlijk bijna geen mogelijkheid om meer in te stappen op het moment dat Bitcoin gaat. Dat is een beetje, kijk, hier ook kom je net niet terug op Fib 0.382. Maar zo wel, hier tik je Fib 0.382 aan en spring je weer helemaal omhoog. Dus je hebt heel weinig inschaalmomenten op het moment dat Bitcoin wilt. Kijk, dit is je vorige high. Heb je helemaal geen tijd gehad om weer in te stappen. Dus wat we nu eigenlijk zien, komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Hier kunnen we het ook even. Kijk, vanaf hier zet de low neer en je springt in één keer hard omhoog. En hier zo zie je Fib 0.382 net niet geraakt. Hier zo kwamen we nog niet in de buurt. Hier zien we alleen die wick die wel in de buurt komt van Fib 0.382, maar ook niet raakte. Nou, hier heb je helemaal niet dat je in de buurt komt. Snap je wat ik bedoel? Dan gaan we nu heel even kijken wat het scenario wat we nu zien. Ik had het, de members die hadden het al eventjes vanmiddag over de Bitcoin prijs. En die hadden de dip wat verder, weet je wel. En ik zei al van, ik verwacht eigenlijk die dip niet 46.400 als max. Want heel vaak op het moment dat je een nieuwe rally begint, willen ze juist hem hebben dat niemand kan instappen om die prijs omhoog te pushen. Dat is wat de grote spelers willen. Niemand, ze willen die prijs omhoog pushen door retail. En hoe kan je retail de prijs omhoog laten pushen? Door uit positie te zetten. Dus even uit positie te zetten door die wick onder je vorige low. Want een standaard zetten mensen hun stop los onder de laatste low. Dat is wat standaard mensen doen. Dus die wick je eruit. Stop los een schit en daarna push je omhoog. Dan willen mensen instappen op Fibonacci niveaus. Je haalt je Fibonacci niveaus niet. Bam, push verder omhoog. En zo op dat moment ontstaat er FOMO bij de retail. Waardoor die prijs alleen maar omhoog blijft gaan. Dus als ik zo naar de markt kijk, lijkt het wel alsof we een mogelijke nieuwe rally gaan beginnen. Nou, dat is even kort gezegd wat ik op de lower time frame zie. Als we heel even naar de daily gaan. En ik wil ook even de weekly met jullie doornemen. We gaan heel even naar de daily time frame. Dan zijn we nog bearish. We zien een low. En dit was je vorige low high. Dus als je op de daily time frame bullish wilt worden, dan moet je gewoon boven je vorige high gaan komen. En op dit moment ligt jouw vorige high. We gaan heel eventjes een puntje zetten. Op 59.500. Dus dan moet je vanaf hier boven 59.500 pushen. Dan wil je hem mogelijk wel als retesten. Kan hè. Als Bitcoin wilt, dan gaat hij niks retesten. Dan springt hij door. Maar dit is eigenlijk wat we willen zien. We willen boven die 59.500 komen. En dan zie ik een ziekte Bitcoin continuatie naar boven. Dus op het lower time frame ziet het er heel goed uit. Op het higher time frame wil ik gewoon nog boven je vorige high komen. En die structuur weer bullish worden. Voordat dat gebeurt, ik sta nu 80% in crypto. En dat hebben we vooral hier weer ingekocht. Dus ik sta 80% in crypto. Maar die overige 20% wil ik nog niet inschalen. Ik wacht daarmee totdat die markt echt bullish wordt en dan een mooie entry geeft. Heeft hij geen entry, dan kan ik gewoon met die 20% andere coins kopen die er goed bij liggen. En die zullen dan ook meegaan. Maar dan ga ik het niet zomaar inschalen. Ik wacht de markt af. Dus voor nu, structuur op de 4 uur ziet er heel goed uit. En nou op de daily willen we dan weer bullish worden voordat ik meer ga inschalen. En we zijn niet bullish. Voor me nu een lower high ga ik ook niet instappen. Ik wil dat we weer bullish worden. Dus dan wil ik hierboven breken. En dan wil ik mogelijk op zo'n lower high instappen. En waarschijnlijk zou die wat dieper worden, maar waarschijnlijk zou die low dan mogelijk hier zijn. Als Bitcoin wilt. Hè? Want als die door wilt gaan, dan blijft die doorgaan. En dan krijg je helemaal geen mogelijkheid om in te stappen. Maar het ziet er voor nu wel goed uit.
Even kijken in de chat. Mark zei nog dat alleen Roen achterloopt. Best goede avond allemaal. Chantal, Ronald, Misha, Miranda en Nico. Zijn dat jullie er allemaal zijn. Dus op daily timeframe wil ik nog confirmatie zien dat we weer bullish zijn. En verder als je op het 4 uur ziet het er gewoon goed uit. We zien eigenlijk een ideaal scenario om een nieuwe run te starten. En die moet nou nog uitspelen door op het daily timeframe weer bullish te worden. Dat is eigenlijk wat ik wil. En ja, die falling wedge breekt bullish uit. Ik had ook nog mensen gezien die dit zo tekenden. Dus zo. Nou, dan zouden we mogelijk nu ook uitbreken. Misschien als we die op de 1 uur tekenen dat het ietsjes anders. Nou, dan komt die ook wel zo. Dan zie je hier een soort van fake out. Loop je er tegenaan, dan push je er nu boven. Dus al met al ziet het er wel sterk uit wat Bitcoin laat zien. Dus dat is wel goed. Hebben jullie vragen over de Bitcoin chart? Ik ga even de weekly close kijken van vorige week. Oeh, die is ook al mooi gesloten. Die is ook al mooi gesloten. En waarom vind ik dit mooi? Omdat dit aangeeft dat we eigenlijk die push naar beneden niet meer... Dat we die druk naar beneden kwijt zijn. Want die candle, we zijn vorige week helemaal hier beneden geweest. Maar uiteindelijk sluit die candle helemaal hierboven. Dus de koopdruk is aanwezig. Dus het geeft wel een teken op het weekly timeframe dat we mogelijk een reversal gaan zien en weer verder naar boven gaan. Dus dat ziet er goed uit. Ronald, ik had die wick wel wat dieper verwacht. Ik denk dat ook wel per exchange afhangt, maar... Ja, hij had wat dieper gekunnen, maar wat vind jij dieper? Ik had niet... Zo'n wick wil je niet naar de 51.500 of zo hebben. Nee, die wil je gewoon even snel onder je loos. Even die mensen uit positie zetten. Dat is gewoon het ideale scenario. Ik zie dat er een Mindset Monday is gedeeld. Wat vinden jullie van Mindset Monday? Ik vind dat echt... dat doet even niet echt super. Eens kijken. Ik vind hem echt super, die Mindset Monday. Ik ga hem dadelijk even lezen. Het is weer aardig uitgebreid. Dus als ik dan nu aan het lezen ben, dan zijn we nog zo meteen bezig. Wat vinden jullie van Mindset Monday? Laat het eens weten. Ik vind het echt chill. Kijk, we gaan eens even kijken. De weekly Emma lijn 21. Kijk, ook mijn Emma lijnen weg. Vaak heb ik ze daar wel staan. Kijk, daar zijn ze weer. Oh, dit is standaard 20 en... Ja. Die kan ik hier niet pakken. Moet ik hem even apart toevoegen. Even een Emma lijntje. Emma 21. Oh, was het moving average? Ik zag het wel staan. Oh, ik zit de volume aan te passen. Cancel. Doe die maar weer naar... Oh, die was 20. Emma line. Moving average. Deze moeten we hebben. En die zetten we even op 21. De ene gebruikt 21, de andere gebruikt 20. Net wat ze willen. Hij wordt net niet aangetikt. Maar hier hebben we hem bijvoorbeeld helemaal niet aangeraakt. Wat we in de vorige boeren wel deden. Dan sprint je er vanaf. Kom je terug Emma 21. Sprint je er vanaf. Kom je terug op je Emma 21. Sprint je er vanaf. Hier heb je hem dan niet geraakt. En dan krijg je je laatste push omhoog. Laatste push omhoog gaat altijd heel hard. Hè? Dat is wat we daar zagen. En wat we nu eigenlijk hebben gezien is. Boeren start. Niet opgezocht. Raakt een beetje overextended. Die markt gaat een beetje te hard. Krijgt midden in de boeren een correctie. Zoekt hem nu wel op. Daily close rond die M21. Zoekt hem nu op. En mogelijk dat we vanaf hier dan die volgende run omhoog gaan maken. Eerst zien hè. We moeten eerst die levels gaan gainen. Voordat we een nieuwe run kunnen bevestigen. Lower timeframe ziet het er positief uit. Nou nog op die hogere timeframes weer bullish gaan worden. Op het weekly ben ik gewoon bullish hè. We zien op het weekly timeframe gewoon impuls, correctie, impuls. Dus
weekly timeframe ziet er goed uit. Nou wil ik op het daily timeframe weer bullish worden. Monthly gaat trouwens ook sluiten. Oeh. Ja, de monthly ziet er niet heel sterk uit. Eens even kijken. Dit is namelijk een reverse candle. Een reversal candle. Zou op de monthly aangeven dat je zo gaat. Maar als ik naar de wat lagere timeframes kijk, dan lijkt het of we de pullback al gehad hebben en dat we op de monthly gewoon door kunnen stijgen. En ook als ik aan de hand van de monthly timeframe nu ga kijken, zou ik ook eerder verwachten dat dit een ideale retest zou zijn van je vorige high als je een closure hebt hier rond dit niveau. Dus dat zou wel bullish zijn. Eigenlijk zou je morgen net even boven die 59 willen sluiten. Dat zou ideaal zijn. Dan zou de monthly timeframe eigenlijk perfecte retest hebben gehad op zijn vorige high en dan naar boven bewegen. Dus al met al ziet het er niet heel slecht uit. Ja, en op die daily timeframe word je dan ook bullish als je boven die 59. Ja, morgen is de laatste dag van de maand. Dus dan gaat die weer. Sluit deze candle, die monthly candle. Even kijken. Zie vorige bullruns. Ja, ja, heb ik net gedaan. Kraken gaat Shiba listen vanaf 30ste morgen dus. Gaat het live. Prijs is nu 11% aan het stijgen. Kun je ship chart? Ik kan hem wel charten, maar ik wil geen Shiba in mijn portfolio. Ik wil wel eens even graag weten welke jij komende tijd meer van verwacht. Bitcoin of Ethereum? De komende tijd. Ik denk dat Bitcoin weer degene is die als eerste gaat runnen. Dus als Bitcoin nieuwe all-time highs gaat neerzetten en hij gaat echt een run krijgen, dan verwacht ik Bitcoin op korte termijn. En daarna trekt Ethereum er wel weer bij. En waarschijnlijk nog uiteindelijk qua percentage misschien wat meer gestegen is. Komt gewoon omdat er minder geld in in Ethereum moet gaan. Ja, dan moet het. Ethereum is nu. Ik weet qua market cap niet het verschil uit mijn hoofd. Maar volgens mij is het ongeveer de helft. Ook heel even moeten kijken. CoinMarketCap. Kunnen jullie wel even meekijken? Hier zou ik kunnen eventjes de Bitcoin market cap, die zou boven 1 triljoen, 1,1. En Ethereum zit uit mijn hoofd op 400 volgens mij. 524. Dus dat is ongeveer de helft. Dus er is maar de helft van het geld nodig om Bitcoin of om Ethereum dezelfde percentage te laten stijgen als Bitcoin. Dus als dat geld van Bitcoin naar Ethereum vloeit, dan gaat Ethereum best wel snel inlopen op Bitcoin. Dan kunnen we wel even de Ethereum Bitcoin chart erbij pakken, hoe die erbij ligt. Kijk, als er een bullrun is, dan is dit eigenlijk een beetje de chart die aangeeft wat de sterkte is van Ethereum tegenover Bitcoin. En tijdens de bullrun, ja, kwam hij vorige keer, was ze high, of ja, voor het einde van de bullrun, of ja, was midden in de bullrun. Dus ten opzichte van de Bitcoin prijs staat Ethereum echt hierboven. En aan het einde van de bullrun piekte Ethereum hier ten opzichte van Bitcoin. Waar kunnen we hem nu verwachten is een beetje lastig te zeggen. Maar ik zie al wel een hele mooie prijsactie ontstaan. En we zien die druk naar boven wordt groter. Ja, ik heb dit even erop gezet. Ik zou dit eens even weghalen. Die druk op... ja, naar boven wordt steeds groter. Hè? We zien die lows die ontstaan hier. En nou ontstaan je lows hier. Mogelijk dat je nu dit gaat breken. Of je ontstaat misschien een nieuwe low rond dit niveau. En dan push je er een keer boven. Het is gewoon een bullish patroon wat we zien. Dus ik verwacht wel dat Ethereum nog... ja, is gewoon makkelijker om de prijs omhoog te pushen. Er is gewoon minder geld voor nodig. Uiteindelijk blijft Bitcoin nog wel de king. Hij gaat Bitcoin niet voorbij of zo. Hij is pas op nul... dit is pas 7% van wat Bitcoin is. Ja? 7,5% ten opzichte van de waarde van Bitcoin. Dus hij gaat hem nooit voorbij. Kijk, vorige highs was hij op 15% van de waarde van Bitcoin. Maar ja, ik verwacht wel dat hij weer naar deze hoogtes kan gaan. Ja. Dus als je dat grijze gebied wat ik hier op heb gezet breekt, dan zou je zeker mogelijk wel weer hier pas weer een rejection zien. Dus dan zou Ethereum harder kunnen gaan stijgen dan Bitcoin. Ja. Shiba, ja. Watsnack had ook flink ingeschaald op Shiba. Ik had dat gezien op Insta, ja, maar die stonden dik verlies. Volgens mij had Patrick daar nog wat over gezegd dat hij het niet mee had gedaan omdat hij het gewoon niet wil investeren.
Chantal, althans vanmiddag in de trade gestapt. Van What's Next, oké. Okay. Volgens mij volgde Rutger was net ook. Zou exact hetzelfde ding als Patrick in zijn filmpje vanmiddag. Wat zei Patrick vanmiddag in het filmpje? Patrick die doet die, volgens mij zijn die video's maken voor hun, ja. Ik heb wel eens... Patrick zie ik wel eens die video's voorbij komen, ja. Ik merk wel, Patrick is volgens mij ook een prijsactietrader. Die gaat heel vaak kijkt hij naar dezelfde dingen. Mark zegt, ik vind Ethereum er ook mooier bij liggen, deze boeren. Ja. Dat is meestal, hè. Die altcoins is gewoon minder geld voor nodig om die prijzen omhoog te pushen. Maar uiteindelijk trekt Bitcoin ze toch weer naar beneden. Want dat is gewoon degene waar het geld in gaat. Heb je nog vragen hierover? Even die Bitcoin dominantie kijken. Die stortte namelijk op support en we maakten er wel een bounce op. Bounce. Even kijken. Gebruikt Patrick ook Fibonacci 0.382? Heel veel gebruiken toch nog die twee... ik weet het zelfs niet uit mijn hoofd. Ik heb hem zo lang... Ik heb dat van iemand geleerd. Dat is een Italiaan. Ik weet zijn naam niet meer. Maar dat zijn meer forex traders. En hij heeft mij dat wel eens uitgelegd. Ja, hij praat dan in het Engels. Ja, maar hij heeft mij wel eens uitgelegd dat het Fibonacci niveau 0.382 vele malen interessanter is om te retesten dan 0.236 uit mijn hoofd is dat. Omdat je anders te snel overextended raakt. Ik heb wel eens video's van Patrick gezien. Die is ook prijsactie traden. Ja. Ik had de liquiditeit ook al gezegd van het weekend, hè. Over dat ook, dat was de eerste keer ook al gebeurd, hè. Dat we hier net onder wikten. Maar normaal gesproken, ja, wat we zagen is dat we onder die low kwamen. Dus onder je 4 uur demandzone. En eigenlijk normaal gesproken, op het moment dat je een demandzone verliest. Dus hier zat je demand, echt je laatste low was hier. Eigenlijk zat hij al hierboven. En dan verlies je hem. En dan normaal gesproken wil je verder pushen. Want er zou mogelijk geen demand meer zijn. Dat is eigenlijk een normaal scenario. En... je wikte gewoon net onder. En op het moment dat je eronder wikt, ja, dan wil je toch verder naar beneden. Dat gebeurde niet. Dus toen dacht ik eigenlijk al van, hé, er gebeurt anders dan normaal. En dat zien we op forex-markten heel vaak. Dan zien we heel vaak fake-outs. Daarom treed ik ook nooit direct op een demand-zone. Maar wacht ik altijd op het lagere tijdframe. Dus dan kijk ik echt naar de 1 uur en mogelijk naar de 15 minuten. Eigenlijk wil ik het op de 1 uur zien. Op het moment dat de markt switcht van momentum. En jullie weten ook, hè, ik had deze trades dan gecalled op het moment dat wij switch van momentum zagen. En dat was eigenlijk bij deze push. Want dan neem je je vorige high uit. En dan wou ik op die low gaan instappen voor een long positie. Dat was met leverage dan. Maar mijn instapprijs had ik hier zo. En die retest er niet. Dus ja, dan komt de trade te vervallen. Want dan ga je mogelijk... verder weer terug testen. En dan kan je het gewoon weer overnieuw doen. En zie je hem eruit pushen. En hier liquideer je. Zet die mensen uit positie. Ethereum. Even kijken. Ethereum heeft net niet mijn buyzone gerit. Ik had hier zo in deze zone. Wilde ik Ethereum bijkopen. En had ik limit order staan. Eigenlijk aan het begin van de zone. En die hitte die niet. Maar ik heb handmatig wel bijgekocht. Op het moment dat die dip van Bitcoin er was. En dat zou mogelijk... Wanneer was dat? Hier zo zijn. Dat was in die Wix hier zo. Dat Bitcoin toen naar beneden viel. Toen heb ik hier handmatig bijgekocht. Maar ik had nog steeds voor de lange termijn hier orders staan. Maar die zijn niet gehit. Dus dat is jammer. Dat is echt voor mijn hodl portfolio. Daar ga ik niet mee handelen. Dit wat ik hier handmatig inkoop, dat deed ik gewoon aan de hand van de Bitcoin chart. Omdat we mogelijk een bodemvorming hadden.
mensen gewoon een interessante zone waren waar ik wilde inkopen. Hebben jullie vragen? Ik ga even naar de Ethereum chart beter bekijken. Naar Ethereum. Was bullish, toen heb ik dat ook in de groep gezegd. Maar ik handelde daar nog niet op. We moeten hier gewoon weer boven komen. Je valt vanaf hier in één keer naar beneden. Dus nou is het van belang om weer daarboven te breken om ook weer bullish te worden. Net zoals Bitcoin nog niet bullish is, Ethereum ook nog niet bullish. Dus voor beide is het op daily time frame nog even afwachten of we niet mogelijk toch verder naar beneden gaan. Als ik verder naar beneden ga, dan zit ik echt te kijken naar de 51.500 / 50.000 dollar. Als we naar beneden gaan, dan kijk ik echt naar die zone hier. Hier komt op jouw weekly time frame die FIB 0.618. Dat is dan mogelijk. Maar over het kleine time frame ziet het er gewoon goed uit. Funds maakt een flinke staaf naar beneden. Oeh, moeten we weer bijkopen van Funds. Funds heeft... Waarom zijn Funds hard naar beneden gaan doen? Ik heb geen idee. Ik zit al in de groep van de traders, maar ik heb eigenlijk... duurt het een beetje lang. Kijk even, Telegram. Kijk, ik lees nooit zo heel vaak de chats. Ja, weet je, ik zit voor Funds erin voor lange termijn, dus... Ik wacht gewoon de prijsactie af. Funds announcement channel. Oh, ze hebben niks meer gezegd in de traders. Funds kan ik hier niet op vinden, want die heeft nog geen exchange listing. Dus als ik die wil gaan vinden, kijk ik vaak of op CoinMarketCap of ik kijk de charts even via WooCoin. Of je hebt nog wel wat verschillende websites waar dat op kan. 75 cent. Val wel mee toch? Val wel mee? Dat was de vorige loos ook. Van afgelopen tijd dan. Niet echt hard naar beneden. Of het ligt aan mij. Valt wel mee. 68% in de min. Vanaf inkoop. Ik heb verschillende momenten ingekocht. Ik koop die. Dat zijn gewoon coins die ik inkoop voordat een project live is. Dus ja, daar heb ik al gedeeld van. Gewoon in stapjes inkopen. Om je gemiddelde omlaag te halen. Op het moment dat zo'n coin gaat zakken. Het zit er altijd in op het moment dat het project nog niet live is. In het begin is dat vaak hype. Maar ik heb die coin heb ik al gedeeld op 56 cent of zo met jullie. En hij staat op 75 dus. Ja, toen hadden jullie veel nog niet geen pancakeswap en zo, hè? Volgens mij had ik hem gedeeld op 56 cent. Kijk, hij staat dan in de altcoin kanaal helemaal bovenaan, denk ik. En dat Funds wel een van de eerste was die ik met jullie deelde. Funds. Huidig op 58 cent deelde ik hem met jullie. Funds gaat in januari live met het platform. Dus dat is nog wel eventjes afwachten. En ik heb het platform nog niet gezien op dit moment. Dat is wel, nou ja, nog wel jammer. Maar op het moment dat ik er wat meer over weet dan... Ah, dat is wel jammer, ja. Gelukkig van geleerd. Hebben jullie coins die... ja, Shiba. Ik kan wel naar Shiba kijken, maar... Ik vind Shiba, ja... Eigenlijk een shitcoin, maar... Moet je kijken wat hij heeft gedaan. 50% vanaf Altamai.
Dit is echt een pumpcoin, hè? Want hij pumpt omhoog. Pumpt verder omhoog en nou... Woep, zijn gewoon mensen die flink winst hebben genomen. Ja, dat is ook niet meer dan normaal als je vanaf hier al had ingekocht. Kon je op keer 10 of zo. Boom, zijn nog steeds op keer 5. Ziet er verder uit qua charge, ja. Je zou mogelijk een trendlijntje kunnen trekken op de 4 uur tijdframe. Mogelijk dat hij hem breekt. Mogelijk dat hij hem breekt. Ik kijk in TradingView naar funds. Funds token. Maar kan je volgens mij niet vinden. Funds token / wrapped BNB. Aan elkaar of wat? Ik denk niet dat je die zo kunt vinden. Welke website kijk jij? Kijk je echt vanaf TradingView of kijk je via een andere website die soort die TradingView wel gebruiken, maar dan staat hij nog niet in de app van TradingView op de website. Misha EMX. Misha is volgens mij geen member meer, hè? Zo. Staat net op KuCoin. Waar staat hij het langst op, Misha? Weet jij dat? Kan wel op TradingView. Ja, via die website staat hij ook op TradingView. Even kijken wat we zien. Hij is er nog niet zo lang, deze coin. Wat lastig over te zeggen. Ja, je ziet gewoon een trend omhoog. Maar wat je hier weer ziet is niet zo mooi. Wat je hier zag was veel beter, want je gaat omhoog. Consolideert, gaat omhoog. Er zou dan zo'n mogelijke boelvlek achter iets kunnen zijn geweest. Naar de 4 uur gaan. Hier lijken we er meer een beetje op een boelvlek-achtig idee. Breekt trendlijn, retest heel mooi. Je 4 uur demand springt weer omhoog. Dat is interessant, maar voor nu is die prijsactie niet zo denderend. Zien dat hij hier wel wat vaker op afgekaatst wordt. Dit zou wel een leveltje om te gainen zijn. Wat lage tijdframe. Dus 8.4 is wel een belangrijk level om terug te gainen. En dan wil je echt een daily of een daily 4 hour close boven hebben. Omdat je er hier zo strak tegenaan sluit. Hier ook. Dus dan wil je er eigenlijk echt boven closen. En dan zou je mogelijk kunnen kijken op. Of entry op het moment dat hij hem breekt. Of entry hier op die retest. En dan naar boven gaan we. Voor nu ligt er nog niet zo heel sterk bij. Natuurlijk op het moment dat Bitcoin doorstijgt. Dan krijgen zulke coins de ruimte. EMX, heb ik deze niet een keer gedeeld in de chat? Market cap is wel heel groot. 1,5 triljoen. In multiple X. Ik heb hem zelf niet. Ik heb hem zelf ook nog niet echt onderzocht. Ook gewoon de top 100 coin, hè? Gewoon 83ste. First layer 2 of 4 NFT's on Ethereum. Ziet er zo, ja, ziet er wel legit uit, dus. Er moet toch wel een exchange zijn die hem al veel langer heeft. Want KuCoin niet. Ik zit op FTX, die heeft hem ook nog niet zo lang. Oké, ik zou wel... Ook nog niet zo lang.
Ryobi. Ja, ook nog niet zo lang. Hij staat gewoon al in de top 100, deze coin. En er is geen één exchange die hem heel lang heeft. Wat is dit nou? Oh, is Bybit laat een hele andere chart zien. We zitten nu op 8.1. 8.2. Zit hij wel op, ja. Bij hun chart begon hier ergens. Oké. Okay. Het is een interessant project, ja. Maar kijk hier op CoinMarketCap en hij staat al op 83. Met een market cap van 1,5 biljoen. Mm-hmm. Wanneer is dit project live gegaan? Vaak staat dat er wel bij. Kan ik zo snel niet zien. Ja, oh, interessant, ja. Zag er goed uit, was met NFT's op de Ethereum netje. Ik weet niet waar jij vandaan komt, Chantal. Ik kom uit Gelderland. Ja, hij is er nog niet zo lang, maar hij staat wel op de top 100. Ik heb hem wel voorbij zien komen. Volgens mij heb ik er in de chat een keer over gepraat. Maar daar is niet zo heel veel mee gedaan. Eigenlijk helemaal niks. En dat ik hem vorige week bij tegenkwam, omdat ik naar de KuCoin coins aan het kijken was. September 8, ja. Ik denk dat ik naar de KuCoin coins aan het kijken was. En dan heb ik hem niet opgeschreven. Waarschijnlijk omdat hij al bij de grote exchanges stond op CoinMarketCap. Zoals FTX en zo. En dan pakte ik hem niet mee. Oh, Misha weet niet waar hij vandaan had. Oké. Okay. Kan wel zoeken in de, ja. Hebben jullie verder nog iets wat jullie willen zien? Die had IMX al een keer gedeeld. IMX, ja, werd vandaag gelist op Bybit. Ik heb hem opgezocht toen hij op Bybit kwam vandaag. KuCoin had hem gelist op de 26e. Dus ik heb hem zeker wel een keer opgezocht de afgelopen weken. Maar hij stond al eerder op FTX. Dus, interessant. Ik weet niet wat de stijgpotentie is. Ik moet even verder naar kijken. Het is iets van NFT's dus. Zijn er verder coins waar jullie naar willen kijken? Ik trade niet zo vaak als tegenover de Bitcoin pers eigenlijk. Zo ja, waarom wel, niet en wanneer? Ik doe het niet zo vaak. Ik heb het wel een paar keer. Ja, ik kijk wel eens naar de Bitcoin charts, maar uiteindelijk trade ik toch op de Ethereum chart. Of op de USDT chart. Dus ik doe het niet zo snel. En tegenover Ethereum kijk ik ook niet zo snel.
Je zou het kunnen gebruiken op het moment dat je meer Bitcoin wil vergaren. En dan kijk je naar de chart Bitcoin of de altcoin tegenover Bitcoin. Hetzelfde geldt als je meer Ethereum wilt vergaren. Dan kijk je tegenover de altcoin tegenover de Ethereum waarde. En zo kan je daar ook op treden. En dan vergaar je echt meer Bitcoins of Ethereum. Luna. Chantal heeft nog geen Luna. Luna heb ik bijgekocht. En dat is best wel een interessant projectje. Ja, en ik had de buy zones hierop gezet. Deze heeft hij echt weer net niet gehit. Echt. Dat is zonde. Maar deze heeft hij wel gehit. En we staan nu op 20% in de profit. En we hadden hem in de dip nog gekocht, hè. Dus toen Bitcoin dipte, kocht ik Luna ook nog bij. Heel even kijken voor de zekerheid. Of ik hem echt gecalled heb. Ja, Luna heb ik ook nog bijgekocht in de dip. En ik heb hem ook nog gemeld op de 22e dat Luna de buy zone is gehit. En dat ik extra bij had gekocht. En dat was hier zo. 22e zat hij in die buy zone nog. Toen heb ik hem bijgekocht. Als je nu nog wilt instappen bij Luna. Luna gaat hard. Die groene lijn zou wel interessant kunnen zijn om te retesten. Maar als de markt hem de kans geeft om door te stijgen, is er een mogelijkheid dat we hem niet gaan zien. Even kijken. Op de 4 uur blaast hij ook gewoon door. Ja, het wordt afwachten of je een entry gaat krijgen. Als je een entry wilt, dan zit ik nu. Ja, dan wil je hier komen. Dus ja, dit niveau zo. En anders 0.5, FIP 0.5, rond de $46 is wel interessant om in te kopen. Yeah. Ja, ik zou gewoon naar de FIP levels kijken van nu. Maakt hij een retrace, geeft Bitcoin de kans om te retracen, dan ja, drukt Bitcoin hem eigenlijk naar beneden. Dan is het interessant dat je hierbij kunt kopen, hier zo en hier zo. Maar ja, voor nu ligt die druk naar boven, is wel groot aan het worden. Hij stijgt flink. Kan wel eens nieuwe all-time highs gaan inzitten komende dagen. Ja, hij kan. Ja, retrace wil je echt pas hier inschalen. Nu die candles chasen. Ik ben daar niet zo heel erg van. Natuurlijk, als hij zijn all-time high breekt, dan meestal zie je een spurt omhoog. Dan ontstaat er FOMO en dan blaast hij verder omhoog. Maar ja, ik ben meer van mening van tevoren voor zo'n pump kom in positie zitten. Dat ja, is gewoon positie nemen hier zo. En dan koop ik altijd stapjes bij. Ik wou hierbij kopen en hier. Dat is hoe ik ernaar kijk. Maar er zijn ook heel veel andere coins hè, waar je kan inschalen. H.S, we gaan even Sol voor jou doen. Sol hebben wij ook bijgekocht. Ja, ja, ja. Sol kochten wij bij. Heeft een hele mooie retrace gemaakt naar FIP 0.618. Dat is op weekly timeframe gezien. We zagen een impuls, correctie. En nou kunnen we dus mogelijk een nieuwe impuls naar boven maken. Sol ziet er goed uit. Op het daily timeframe nog niet. Je bent nog niet bullish. Je creëert een low hier. En je moet gewoon boven je vorige highs uit gaan komen. Dus eigenlijk wil ik gewoon die trendlijn gebroken zien worden. Nou, zo hebben wij op FIP 0.618 bijgekocht. Want ja, hij maakt een hele mooie retrace. 12% in de profit. Op de 4 uur heb ik even die trendlijn naar beneden getrokken. Omdat ik die gewoon gebroken wil zien worden. Dus zo moet hier boven komen. Kan dus zijn dat we nu mogelijk een retrace gaan krijgen. Misschien tot dit niveau ongeveer. En dan wil ik eigenlijk wel zien dat hij die trendlijn gaat breken. En dan ben ik weer bullish op Sol. Nog niet bullish op Sol. Kan wel gaan komen de komende dagen. Ik heb heel veel coins wel kunnen inschatten. Je kan niet, ja precies. Je moet voor jezelf een afweging maken. Welke coins je wel wilt hebben. En welke coins je niet wilt hebben. Welke jij interessant vindt. Zie jij het jezelf in de toekomst gebruiken. Kijk, op het moment dat jij meer interesse in een coin hebt, dan ben je er ook veel meer mee bezig. En hou je er, naar mijn mening, haal ik er dan meer voldoening uit. Dus dat vind ik altijd wel fijn om te investeren in coins waar ik echt toekomst in zie en waar ik mee bezig zou willen zijn.
Mark wil Roen. Roen gaat niet zo lekker bij jou, hè? Wat heb je gedaan? Heb jij hem wel gekocht? Wat heb je gedaan met Roen? Roen hebben wij ook bijgekocht. Evelien is heel erg fan van Roen. Op het weekly timeframe ziet het er eigenlijk wel goed uit. Zullen we hier even naar kijken? Hele mooie impulse pullback, impulse pullback. Mogelijk een retrace naar zo'n trendlijn hier zo. Ziet er goed uit. Mogelijk dat we nu een nieuwe impulse gaan creëren. Je zit net boven je weekly highs. Sluit net boven je weekly high. Heel interessant ligt hij erbij. Even naar daily timeframe kijken. Mogelijk. Hij is niet zo heel staal omhoog eigenlijk. Mogelijk dat je hem even bounced. Gaan even verder inzoomen. We zien nu een beetje slechte prijsactie ontstaan. Vandaag en push weer naar beneden en gaat eigenlijk een beetje zijwaarts. Hij heeft nou een beetje moeite met een kant kiezen. Je zet je low weer hetzelfde niveau als je vorige high. Dus het ziet er nog niet heel erg bullish uit op het daily timeframe. Ondanks hij wel een high heeft neergezet. Ja, moet je toch weer switchen van momentum dat hij weer naar boven wilt gaan. Het ziet er nog niet heel sterk uit. Nee, het gaat voor nu gaat het niet zo lekker. Voor nu is het echt structuur naar beneden. Dus het ziet er nog niet zo heel lekker uit. Mogelijk dat die trendlijn aanraken ons nieuw momentum naar boven kan gaan creëren. Maar ja, je wilt op de daily, want je retrace echt diep. Je pusht omhoog en je komt net zo hard weer terug. Dus dat is niet zo'n sterk teken. Ja. Yeah. Ik zou zeggen, echt, je moet dit gainen. Dit zo. Dat is ook je 4 uur supply zone hier waarschijnlijk. Ja. Je wilt eigenlijk weer omhoog bewegen om die druk naar boven te creëren. En dan een keer doorheen te pushen. Voordat hij deze gaint. Hij moet echt boven die 13,8 uit gaan komen hier. Dan pas ben ik weer echt bullish op Roen. Dus voor nu. Hij moet dit level gaan breken. Dan zou het dus interessant zijn om hier weer in te schalen. Maar ja, ik zit nu al in Roen. Ik heb al genoeg positie. Dus voor nu ga ik niet bijkopen. Op het moment dat je nog geen positie hebt, is het zeker interessant om nu een positietje in te nemen. Want het is gewoon een goed project. Ja, Matic zit jij in je. Die hoef ik niet te doen, want die heb jij zelf al helemaal goed gechart volgens mij. Engine. Harmon zegt engine. Ik weet nou niet zeker. Oh ja, ik tik veel te. Ik tik heel dynamisch. Had ik engine. Ja, ik had een heel klein beetje mijn inkopen veranderd. Engine zit er niet bij. Maar die heb ik de vorige keer er ook niet bij gezet. Ik weet ook niet. Ja, engine heb ik wel een keer gekocht. Ik heb daar nog wel een kleine positie in. Ik weet niet hoe groot nog. Dan moet ik even in mijn wallet kijken. Maar dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Wel, ik ben ook wel een interessant project engine. Zeker. Oké, we gaan heel even kijken. We zoomen heel even uit naar het weekly timeframe. Wat zien we hier? Oh, ik was targets aan het bepalen. We zagen pullback en dan wou ik hem breken. Dit waren mijn targets. 3.9, 4.3. Nou, beide gehaald en nu zitten we eronder. Kunnen we deze herpakken? We zien eigenlijk een impuls naar boven. Krijgen meteen een correctie erachteraan. Nou, we zien ook dat structuur hier meteen een correctie krijgen. We zien hem al door FIB 0.618 heen. Hier zou dan 4 uur demand waarschijnlijk zitten waar die wick in komt. Ja, ongeveer. De demand ligt wel net iets hoger. Engine wil, hoe die er nu bij ligt, zou ik hem eigenlijk, moet hij weer bullish worden. Dus, dan moeten we een structuur gaan creëren dat hij higher lows en higher highs maakt. Dan ziet het er goed uit en dan denk ik dat hij door kan stijgen. Dat is op het daily wel nodig, maar hij heeft wel even tijd nodig. 4 uur zien we wel dat hij zijn vorige high uitneemt, wat erg bullish is. Dus mogelijk dat we vanaf hier naar hier een retracement krijgen en dit niveau waar die nu op zit is wel interessant om te houden.
Dus mogelijk een wikje nog hier naartoe. Dat is wel een interessant leveltje. En dan wil ik hem eigenlijk vanaf hier doorzien. En als we dit gaan doen, dus we zouden vanaf hier een higher low creëren op 4 uur. Dan denk ik dat we op het daily ook bullish worden. En dan kunnen we weer richting all-time high gaan stijgen. Maar voor, ik wil eerst bevestiging zien. Dus hij moet eerst deze weer gainen. En dan is het interessant om mogelijk hier zo, op het moment dat we dat level gainen. Dus we komen hierboven op zo'n retest in te schalen. Maar ik wil eerst eigenlijk iets meer bevestiging zien bij Engine. Zeker positie nemen nu al kan ook. Het is een heel interessante coin om al positie in te nemen. Engine head and shoulders. Als je, ja, zou ik zeker kunnen creëren. En we zien hier dan een low ongeveer ontstaan. Zie je shoulder head. Shoulder mogelijk. Zou wel heel groot zijn. Dat zou wel een flinke daling in de koers betekenen. Heel vaak zien we in een bull market een head and shoulder patroon niet uitspelen. Dus dan zien we mogelijk een shoulder ontstaan, een head. En dan lijken we een shoulder te vormen. En dan vanaf hier springt hij in één keer omhoog. Dat is wat er in een bull market heel vaak gebeurt. Ik zou niet uitschalen op een head and shoulders van hier. Gebruik jij bots of scanners of zo? Nee. Ik heb wel naar gekeken. Ik zit ook in de groep voor de bots bij 3 comma's. Maar uiteindelijk doe ik er toch niks mee. Heel veel mensen gebruiken die DCA bots en zo. Waar ze best wel goed rendement uit halen. Hoe zet jij die tools hierboven? Dan moet je hier in de linkerkant van je balkje... Klik je op favorieten welke je daar wilt hebben. Kijk, wil ik deze daar hebben, dan klik die op favorieten en dan komt hij erbij. En je moet hier onderin ook deze aanvinken, want als je deze uit hebt staan, dan is die weg. En dan kan je hem overslepen. Zijn er verder nog vragen? Jullie zijn ook lekker actief in het membergedeelte. Wordt een gezellige boel is het aan het worden. Dogecoin is hartstikke gestegen van de high caps, maar is alweer wat gezakt. Kijk. Hard gestegen, maar is ook al flink gedaald. RSR. Ik heb nog positie in RSR. Oeh. Dan wel een positie van lange tijd terug. Dat ik hier nog positie in heb. Coty ook interessant. Zilliqa. Dit noem ik de Tomcoin. Ik weet niet of Tom aan het kijken is. Graag gedaan. Atlas kunnen we wel even doen. Oh, vrijdag. Vrijdag hebben we de trading webinar. Ja, Bitcoin zakt weer wat. Zou wel normaal zijn, hè? We zien een dikke impuls. Springen we even omhoog. Dus even afwachten. Hij loopt wat tegen weerstand aan. Hij moet zijn weerstand weer... Ja, nou heb ik dit veranderd. Dat is echt... Die moet bovenaan. Hij wikt naar zijn 4 uur supply zone hier zo, hè. Omdat we vanaf hier snel naar beneden bewegen, ontstaat hier een supply zone. En dat wil zeggen dat hier gewoon verkoopdruk ligt. Dus een mogelijk wikje naar onder. En dan terug gainen zou zeker een mooi scenario zijn.
Nou komen die VIP-levels ook weer wat omhoog, hè? Als we nu een Fibonacci retracement zouden trekken, komen ze gewoon net iets wat hoger. En dan zouden we mogelijk toch nog VIP 0.382 aan kunnen tikken. En dan hoger gaan. Ziet er interessant uit. Oeh. Hij heeft 1 uur lang gewoon bijna stilgezeten in de supply zone. Mogelijk dat we ook die high al kunnen houden. Even afwachten. Atlas even doen. En dan gaan we de stream tot een einde brengen. De FTX chart van Atlas. Daily timeframe. Ja. Atlas was voor mij heel interessant om... ik zei... Jullie hadden die impuls gezien. Wat zou ik doen met Atlas? Ja, ik zou hier kopen. Heeft hij perfect gehit. Springt weer omhoog. Waarom heb ik die zone hier zo raar neergezet? Wat is daar de reden van? Ik heb echt geen idee waarom ik die zone daar neer heb geknapt. Geen idee. Weet jullie het? Waarom ik die zone hier had neergezet? Ik weet het niet meer. We zien qua structuur op het daily timeframe niet heel duidelijk. Ja, je ziet even dit. En dan zie je weer, boom. Zou je eigenlijk nu je low gecreëerd hebben en dan wil je een nieuwe all-time high zien om je structuur voor te zetten. Op de weekly zou het ook kunnen. Je ziet impulse, pullback, impulse. RC pullback tot gemaakt. VIP 0.6 en 8 golden pocket. Perfect. Dan zouden we nu toch... Oeh, hij haalt precies target 1. Dat is wat ze zo vaak zien. Dat ik een... als je een Fibonacci retracement vanaf waar je pullback is tot gekomen is... tot aan waar vanaf waar je hem hebt gemaakt trekt... dan pak ik altijd als targets deze twee... En dan zien we heel vaak dit. Dus we pushen naar boven, rejecten op target 1 en dan haal je target 2. Dus dan zie je dit. En dat is eigenlijk wat we nu ook hebben gedaan. Halen target 1. Nou, kom je weer terug en dan zou je mogen naar target 2 kunnen gaan. Dus dat is mogelijk scenario wel bij Atlas. Zie je, rejecten target 1. Komen weer terug naar interessante inkoopniveaus. En nou wil je eigenlijk die stijging voortzetten. Dan moet je gewoon hierboven breken. Dus we moeten hierboven komen. De druk wordt steeds hoger. Dus weer boven 0.20 gaan komen. Dan is het goed. Ik zet even een lijntje neer. Hierboven komen. Dan zie ik hem voortzetten naar hier zo toe. Dan verwacht ik 0.24,5. Dat ziet er dus wel sterk uit. Maar dan moeten we wel dat ene hier net weer boven komen. Boven 0.20. Even kijken. Heb nog wat centjes in te schalen. Netjes. Ja, ik zat 80% in crypto. Kun je de Fibonacci globaal uitleggen? Ja, dat kunnen we wel heel even snel doen. Hoe maak jij die indeling daar in Tradingview? Ik zie daar BTC, high caps. Oh, hier zo dan. Oh, dat heb ik echt lang geleden gedaan. Hoe deed ik het ook weer? Volgens mij kan je hier gewoon rechts een muisknop op klikken. En dan zeg je... Hoe doe ik dit? Hier, add section. En dan kan je hier, heb je dan sectie 1 staan en die kan je dan aanpassen met naam. Ik moest even denken, was al een tijd geleden. Dus dan klik je gewoon hier, rechter muisknop, add section en dan kan je dat erbij zetten. Maar ik moet deze lijst een keer overnieuw maken, want er zijn verschillende high caps die geen high caps meer zijn. Er zijn verschillende mid caps die geen mid caps meer zijn of echt doorgestegen zijn naar high caps. En dat geldt ook voor low caps. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een paar low caps die toen nog low caps waren. Die zijn echt flink gestegen. Kijk bijvoorbeeld naar Mana, die hoort hier zeker niet. En Angie hoort er ook niet meer. Dus die moet ik even gaan veranderen. Maar dat komt wel. Ik maak deze lijst ook overnieuw. Ik gooi er even een paar uit. Dus dan weten jullie dat. Die VIP globaal uitleggen. Ik weet niet hoe jouw VIP instellingen staan, maar...
heb jullie ook met mijn KuCoin lijst gedeeld, hè? Dit zijn eigenlijk alle KuCoin coins die eigenlijk bijna het beste eigenlijk te verhandelen zijn op KuCoin. En daar heb ik een lijst van gemaakt. Members hebben deze lijst. Ik heb die gestuurd in de chat. Als je deze lijst nog wil, dan moet je het maar zeggen. Dan stuur ik deze weer op. Dan zet ik die weer in de chat. Maar dan moet je dat even ze aangeven. Zo kan ik een beetje kijken naar wat ze doen ten opzichte van de Bitcoin chart. Dan zet ik ze hierop. Als Bitcoin bijvoorbeeld dipt, kijk ik naar welke coins zich sterk houden. En dan ga ik er even naar inzoomen. Bijvoorbeeld Hero, die wilde ik eigenlijk ook, maar hij ging... Ik weet het niet. Ik had hem uiteindelijk niet gekald. Ik vond hem zo hard gaan. Ik had hem hier al ergens moeten callen. Toen we hier structuur... Ik wou hierboven gainen. Heeft hij toen gedaan. Komt hij terug. Eigenlijk hadden we hem hier zo moeten inkopen. En hadden we hier ook nog een keer kunnen inkopen. Maar hij ging al. Want weekend heb ik er niet genoeg naar gekeken. Eigenlijk naar de charts. Want Hero was zeker interessant om te kopen. Dat was er eentje die zich sterk hield ten opzichte van Bitcoin. En ik had er nog een paar. Maar ik heb de, die heb ik al opgeschreven. Die komen nog. Die VIP levels die ik heb, die komen van, ik denk dat, dat bestaat niet meer. Ik heb mijn VIP levels denk ik ingesteld aan de hand van Bloomers. Ik weet niet of jullie Mr. Finance kennen, dat is Robin. Ik heb een tijdje gewerkt voor Robin. En Robin had zelf een cursus gemaakt genaamd Bloomers. En dat was eigenlijk meer gericht op het forex traden. En ik denk dat ik daar die VIP levels vandaan heb. Of van de Italiaan. Een van de twee. Ik weet niet meer of Robin hem ook zo heeft. Robin gebruikt eigenlijk niet zo heel veel VIP levels. Maar zo heb ik ze ingesteld. En hoe gebruik ik hem? Kort gezegd. De markt beweegt altijd in fases. En op het moment dat jij een... dit noemen we eigenlijk een impuls. Correctie impuls. En... aan de hand van een impuls pak ik de Fibonacci niveau vanaf het begin van de impuls tot aan het einde van de impuls om de correctie mogelijk te bepalen. En de correctie wil ik altijd minimaal zien tot VIP 0.382. Minimaal. Als we dat niet doen, dan wil dat zeggen dat de markt overextended raakt en mogelijk een correctie aan zit te komen. Dus dan gaan we geen impuls, pullback, impuls. Nee, dan gaan we switchen van momentum en dan gaan we gewoon... dan gaan we gewoon op het grote plaatje naar beneden. Dus dat is waarom ik altijd VIP 0.382 wil zien. En daarna, op het moment dat wij bijvoorbeeld een impuls zien op het daily timeframe, dan zoomen wij in op het 4 uur timeframe. Dan kan je deze Fibonacci niveaus op de chart zetten. En dan kijk je welk Fibonacci niveau het interessantste is om naar terug te komen. Want heel vaak, je weet, VIP 0.618 wordt heel vaak opgezocht. Maar dat heeft vaak ook te maken dat hier bijvoorbeeld een demandzone ligt of een supportniveau. En dat wil de markt graag retesten en dan zie je de volgende impuls. En dan trek ik altijd een Fibonacci vanaf de correctie. Dus vanaf waar de correctie is gekomen. Dus tot waaraan de correctie is gekomen. Tot aan waar de correctie begonnen is. Dus dat is hier zo. Trek ik mijn Fibonacci. En dan pak ik altijd deze twee als targets. Dus het kan een trade. Je kan er dus op traden. Maar je kan ook gewoon een instapmoment bepalen voor de lange termijn. Dat kan ook. Dat is eigenlijk wat ik ermee doe. Ik gebruik 0.5 niet omdat het daar ik ook geen officiële VIP level is. 0.5 is geen officiële VIP level. Dat klopt, maar hij wordt wel heel vaak gebruikt. Ja, mijn trainingviewlijst gesorteerd, ja. Als ik die gesorteerd heb op die crypto-lijst. Dus gewoon deze. Zou ik wel even doorsturen. Ik heb ook hier Forex tussen staan. Als iemand Forex een keer wil doen, dan moet je het maar zeggen. Dan stuur ik deze lijst ook door. Ik heb Forex-lijst, omdat vrienden van mij Forex traden. En ik af en toe wel eens meedoe of / meekijk. Vind ik ook wel eens leuk.
nu 18 coins bijgekocht in mijn portfolio. Dat zijn 18 coins die ik volg. Kijk, wat zeg je? Trend-based FIP extension. Je hebt nog zo'n andere. Trend-based FIP extensions. Ik gebruik die echt nooit. Ik heb die ook nooit ingesteld. Nou, ik kan die gewoon zakken. Je ziet eigenlijk dat hij de FIP levels bepaalt vanaf waar jij hem trekt. Dus bijvoorbeeld begin jij hier tot aan hier. Dan legt hij de levels dus nu af vanaf hier. En dan zou je dus mogelijk nieuwe VIP levels kunnen creëren. Ik doe dit echt nooit. Ik gebruik deze echt nooit. Ik gebruik eigenlijk alleen maar de normale VIP. Je ziet het ook, ik heb heel dat ding staat gewoon standaard ingesteld omdat ik hem nooit gebruik. Ik gebruik niet zo heel veel tools. Ik gebruik eigenlijk bijna geen indicatoren en weinig tools. VIP retracement vind ik fijn. Bij de rest gebruik ik echt bijna geen tools. Kijk vooral naar marktstructuur, prijsactie. Ik zou oppassen met Shiba morgen. Zie je hier in de chat ook al praten. Listings kunnen goed uitpakken, maar kunnen ook zeker heel slecht uitpakken. Ja, Doopie gebruikt die alt voor target inderdaad. Ja, dat kan. Ik gebruik hem echt nooit. Ik gebruik de VIP retracement voor mijn targets. Aan de hand van wat ik net heb uitgelegd. We gaan de stream beëindigen. We zijn alweer, is een uur en 10 minuten alweer echt live. Dat gaat altijd snel. Als jullie verder vragen hebben, stel ze even in de chat van de Discord. Dan komen we daar nog op terug. Ik hoop jullie vrijdag allemaal te zien bij de webinar traden. We gaan dan echt in op leverage traden. Ik begin heel even dan weer met risicomanagement, omdat dat gewoon de basis is van leverage traden. We gaan niet iets leren waarmee je heel veel kunt verliezen. Tenminste, het ligt altijd aan jezelf, hè, wat je doet. Maar ik ga het uitleggen hoe ik het doe. En naar mijn mening is dat de meest veilige manier. Dus, er zijn nog veiligere manieren, maar gewoon niet doen. Maar ik hoop jullie allemaal te zien vrijdag. Bedankt allemaal voor het kijken. En een fijne avond allemaal. Ik zie geen vraagjes meer in de chat, dus is rustig in de chat. Miranda heeft heel veel zin in vrijdag. We gaan het eens even hebben over echt treden. Die is alleen maar voor de members. Dat uiteraard. Yes, fijne avond allemaal. Graag gedaan, Ronald. Mark moet er ook weer tussen. Graag gedaan allemaal. Super dat jullie er weer waren. En ik spreek jullie sowieso in de Discord. Als jullie vragen hebben, stel ze in de Discord. Dan komt dat helemaal goed. Yes, tot de volgende keer.